Goed, gaan we nu de icoontjes maken die je in de tab ziet. Dus van de camping, een tentje en bij accommodaties het huisje. Maak even screenshots van beide icoontjes, dat heb ik al gedaan. En dan pak je vervolgens, nou, ik pak allereerst de tent, command tab. En dan ga ik hier zo naartoe. En dan voeg ik die even toe in mijn document. Ga ik even een nieuw artboard maken voor het tentje. Ik pak even die van de menuknop. Dus ik klik op menuknop, Alt-Shift, sleep hem naar beneden. Haal ik deze even weg. En dan zet ik deze even hierin zo. En dit wordt dan mijn tent. Alt-Shift, huppatee, dit wordt huisje. Zo, deze haal ik weg. En hier zet ik het huisje neer zo. Dus ik zet heel even bewust die icoontjes ook weer even in een apart artboard, zodat je daar even makkelijk kan tekenen. Moeten we wel even kijken hoe groot dat die moet. Dus ik moet toch even hier naartoe. Dit is een veel te groot nu. Dus even verkleinen totdat je denkt, hé, zo groot moet die worden. Kan ik weer terug. Command X. En dan klik ik hier, Command V. Zo. En dan heb ik hem nu zoals ik hem wil hebben. Oké. Okay. Mooi is weer aan, dan heb ik weer mijn aparte lagen speciaal voor deze artboard. Kan ik hierop klikken op deze screenshot en doe ik Command L. En zo kan ik hem even vastzetten. En dan zie je hier ook zo'n slotje. En om hem weer weg te halen, dat slotje kun je of op het slotje klikken of opnieuw op Command L drukken. En dat is gewoon heel handig om even over te tekenen. Nou, deze kan je heel gemakkelijk maken met de pen. Dus ik druk op P of links op het pennetje. En dan zet je gewoon een lijntje zo over de lijntjes heen. Telkens als je wil stoppen, doe je escape. Doe weer opnieuw P en dan kan ik weer opnieuw tekenen. Het is exact dezelfde werkwijze als hoe je dat ook zou doen in Illustrator, Photoshop, InDesign. Dus opnieuw, hè, als je hier wat van leert, nou, dat is helemaal mooi, dan heb je ook meteen iets geleerd voor de andere programma's. Zo, nou, ben ik klaar. Nou, dan kan in principe de screenshot weg, dus daar klik ik op, Command L en dan Backspace, haal ik hem mee weg. Ik ga hem wit maken, dus wat wel even handig is, dan doe ik er even een kleurtje achter. Dus ik druk even op het artboard, fill, en dan kies ik even die oranje kleur. En dan pak ik deze, die ga ik, de border ga ik wit maken. De wit ga ik ook even aan mijn favorieten toevoegen. Ik ga de size van de border, dat kan dus ook, hè. Je kan dus ook de border wat dikker maken. Hier zou 3 doen bijvoorbeeld. Nou, toch iets te groot, 2,5 dan. 2 of 2,2. Daar kun je een beetje mee experimenteren. Nou, ik ga toch 2 doen, denk ik. Zo. En dan kan ik nog wat schaduw toevoegen. Zo. Ben ik klaar? Dan kan ik hem weer selecteren helemaal. Ga ik naar Assets toe. En bij Symbols druk ik weer op het plusje. Dan voeg ik mijn icoontje weer toe aan mijn assets, zoals je hier ziet. Nou, hij heet nu symbool 3. Noem hem ook even tent-icoon. Ik had er al eentje staan, zoals je ziet. Die haal ik even weg. Of ja, maakt niet uit. En nu kan ik hem dus in mijn pagina weer toevoegen. Zo. Tent-icoon, huppatee. Die kan ik hier inslepen zo. En dan ook verplaatsen. Waar ik hem wil hebben staan. Zo. Even kijken. Soms een beetje irritant omdat het van die lijntjes zijn om hem dan te verplaatsen. Maar goed, daar kom je wel uit. Nou, hetzelfde voor het huisje. Alleen het huisje is wat ingewikkelder. Ja, dat zal je niet zeggen dat die ingewikkeld is. Dat artboard geef ik ook even een kleurtje. Even dit grijze kleurtje. Die voeg ik ook even toe aan mijn favorieten. Zo, zet ik even achteraan. Deze lok ik weer, Command L. En nou, dan gaan we deze maken met de pen tool. Alleen nu ga ik die lijntjes zetten, maar nu ga ik er omheen tekenen. En dat heeft ermee te maken dat de schoorsteen wil ik aan het dak vast hebben. En dat wil ik samen dan een schaduw geven. Zo. P. Zo. En mooi is ook dat je, als je dus hier een icoontje tekent, kan je dat icoontje kan je ook apart weer opslaan en gebruiken in je website, zeg maar. Ja, dus als je je web samenwerkt met je webbouwer, dan kan die jouw icoontjes opslaan als je die hier gebruikt. Ja, dat is gewoon het mooie van dit programma. Zo. Nou, de screenshot kan weer weg. Dus ik doe weer druk. In dit geval kan ik even op het slotje drukken. Backspace. Selecteer de boel.
Nu hoef ik geen border, maar wel een fill. Dus de border vink ik uit, de fill zet ik aan. Ik geef hem weer een schaduw. Ik ga weer naar symbols, plusje. En dan zeg ik huisje, icoon. En, oh, nu heb ik niet gelet op de grootte, wat stom. Oké, even terug. Command Z, Command Z. Ik moet natuurlijk wel letten op dat het icoontje net zo groot is als mijn huisje. Dus ik ga de hele boel even hier neerzetten. Alt Shift. Naar beneden. Zet ik een beetje eroverheen. Om te kijken of die net zo groot is. Nou, en als ik klaar ben, doe ik weer plusje. En dan huis icoon. Zo. Voilà. Kan ik die hier toevoegen. En dan heb ik de icoontjes klaar. Ook hier is het weer een beetje prutsen, maar je komt er wel. Zo, klaar. Mooi. Tekstje ernaast. Camping. Ik had je laten zien, hè, hoe je het lettertype kan opzoeken. Dus gebruik het lettertype als het lukt, wat zij ook hebben. Ik gebruik even Helvetica. Command Shift pijltje naar links om weer te verkleinen. Eventueel kan ik de dikte nog wijzigen als jouw lettertype dat toelaat. En met het pijltje kan ik, dus of heel vaak op Escape drukken, zo kan ik hem hier zo naast plaatsen. Even kijken, nog iets kleiner. Zo. Met de pijltjes toetsen kan ik hem ook een beetje zo verplaatsen. En met Alt-Shift kan ik hem zo naar rechts kopiëren. En dan de andere tekst intypen. En als je klaar bent, dan doe je Command-Enter of Escape. Pak ik het tapje. Die kan je dan ook heel mooi zo verkleinen. Dit zijn hele mooie dingen, dit soort tapjes. Probeer die maar eens te maken in bijvoorbeeld Photoshop. Dan werkt het heel anders. En dit blijft gewoon ook allemaal heel mooi vector. En dus het blijft altijd scherp. Dus het is echt een perfect programma voor het maken van websites. Ja, vroeger maakte ik websites in Photoshop. Nou, dat was echt heel anders, kan ik je vertellen. Dus dit is echt een heel mooi programma. Nou, de rest van de knopjes gaan we even niet zo helemaal uitwerken. We gaan even een paar cards maken, zoals dat heet. Zo. Maak ik weer een nieuwe tekst. Nou, hier had ik het lettertype al, dus die kan ik klikken. Alt-Shift naar beneden. De tekst is iets kleiner, dus ik doe weer Command-Shift-pijltje naar links. En met deze knop kan ik de boel weer in het midden zetten. Nou, de kleur die is donkergrijs, zo te zien. Lijkt een beetje op die grijs. Dus wat ik dan kan doen is, dan dubbelklik ik hierop. Een paar keer klikken verder, zodat hij alles selecteert. Ga je naar Fill. Pak ik die grijs, die had ik opgeslagen, maar hij is net iets donkerder, zag ik. En wat ik dan kan doen is, het rondje gewoon iets naar beneden. Dan heb je gewoon dezelfde kleur in een iets donkere tint. Het is een beetje gokken, zeg ik je er wel bij. Maar hij, zie, hij komt heel mooi overeen. Schaduw kan hieruit, zo te zien. Nou, dan hebben we gewoon heel mooi dat toegevoegd. Hiertussen, zoals je ziet, zit echt wel flink wat ruimte. En dat is omdat je echt aan een nieuw onderdeel beginnen van de website. Dus dan moet je echt even een stukje leeg laten. En dan kunnen we gewoon heel fijn scrollen en dan is de tekst gewoon nog heel mooi te zien. Oké, geselecteerde aanbiedingen. Zo, Command Enter. Weer naar het midden. Klaar. Nou, mag nog iets kleiner. Zo. En dan gaan we die cards maken. Nou, is niet heel erg moeilijk, maar je moet het net even weten. Er komt weer net weer wat bij kijken. En nu ga ik je laten zien. Tot nu toe hebben we alles gewoon heel in het midden gezet. Maar bij het ontwerpen van websites gebruiken we altijd een grid, zoals dat heet. Dat doen we ook bij InDesign. Hè. Dan gebruiken we ook kolommen. Hè. Kolommen is het Nederlandse woord. Daarvoor, of, nou niet helemaal, maar het heeft met elkaar te maken. En in een grid, daarmee kun je heel mooi uitlijningen maken. Kun je heel mooi dingen verdelen over je pagina. En dat gaan we dus even aanzetten, dat grid. Ik klik op het artboard en dan hebben we onderaan, staat hier, grid. Nou, die mag je even aanvinken. En als het goed is, heb je dezelfde settings als ik. En daarmee hebben we gezegd dat we... Hier zie je dit knopje,
de left and right margins. Die ken je ook wel van InDesign bijvoorbeeld. Dus links en rechts laten we wat ruimte leeg. We hebben 12 kolommen. Dat is nieuw. En dat is echt iets heel typisch voor websites. We werken eigenlijk vrijwel altijd met 12 kolommen. Ik zal je zo laten zien hoe dat werkt. Je kan ook zeggen, ik wil bijvoorbeeld met 4 of 3 kolommen werken. Helemaal prima als je dat wil doen. Maar webdesigners zijn heel erg gewend om dit te gebruiken. En dat zal ik zo laten zien. Je kan ook bij die kolommen, dus stel ik zal wel even 3 kolommen doen. Dan kan je zeggen de gutter width. En dat is de ruimte tussen de kolommen. Ook dat ken je als het goed is van InDesign. Als ik die 30 doe, ja, dus pixels, niet meer in millimeters zoals je in InDesign zou doen. Dan heb je 30 pixels tussen de kolommetjes. Nou, zo zou dat kunnen doen, 3 kolommen. Ga je toch even laten zien waarom we meestal met 12 gewoon werken. Dus ik zet alles even weer terug, heel vaak Command-Z. Het is namelijk zo, 12 kun je heel mooi delen door 4, door 3 en door 2. En zo kan je in een website, kan je dus heel mooi verdelingen maken. Ook op één pagina kan je dus heel gemakkelijk zeggen, oké, ik wil dus 3 cards naast elkaar bestaan. Hoe groot is dan één zo'n card? Nou, 4 kolommen dus. Dus ik maak een vakje en die, door die lijnen te gebruiken, snapt hij, zoals dat heel mooi heet, het vakje heel mooi in die kolommen. En je doet dan, je moet altijd zo zien dat je dus begint bij zo'n kolommetje en eindigt bij zo'n kolommetje. Zo, nou, deze kan je dan heel mooi dupliceren met Alt en Shift. En dan zet je hem heel mooi zo op die andere blauwe. En het programma helpt je weer heel mooi, hè, met die roze hulplijnen, zodat je goed ziet dat je hem uitgelijnd hebt. Nou, waarom zou je nou dit doen en bijvoorbeeld niet... even kijken hoor. Dit, wat prima kan hoor. Dat je zegt, goh, ik doe meteen 3 kolommen. Nou, stel nou verder op je pagina wil je op een andere manier dingen uitlijnen. Zoals je hier ziet bijvoorbeeld. Hier zie je 2 kolommen. Ja, dus hier, dit staat in 6 kolommen en dit staat ook in 6 kolommen. Nou, zo kun je dus op één pagina meerdere keren wat uitlijnen, zeg maar. En dat zie je hier ook. Hier zie je ook, de foto staat in 6 kolommen. De tekst staat rechts ook in 6 kolommen. Dit is dan weer in een hele breedte. En hier zie je 4 kolommetjes van 3 kolommen. En zo zie je zo wat altijd een grid gebruikt in websites. En eigenlijk in bijna elk design gebruik je een vorm van een grid. Dus ook straks op je schouwbord, zeg maar, heb ik studenten ook heel vaak de tip gegeven. Ja, ga daar ook denken in grids. Ga daar ook op die manier uitlijnen. Nou, dus uitlijnen noemen we dat. Hè? Dus dat je zeg maar dingen dus mooi uitgelijnd hebt in je grid. En je ziet dus ook dat dit vakje hier zo, die moet ook uitgelijnd worden met die foto. Dus hier zie je ook, dit hele vakje is dus uitgelijnd in 12 kolommen. En dat moeten we dus hier ook even fixen. Dus deze, kan ik even iets zo, pak ik dit knopje ook erbij. En dan ga je die in dat grid zetten zo. Even denken, nee, dat kan makkelijker. Eerst even dit vakje. Zo. En dan de knopjes. Die zet ik dan. Heel vaak tapje doen. Even kijken. Beetje prutsen. Zo. En dan lijn ik die ook weer uit zo. Totdat hij daar mooi staat. Dus dat noemen we uitlijnen. Dus dat je dingen in een grid uitlijnt. En altijd bekijkt van oké, hoe ga ik die verdelingen maken. Hoeveel ruimtes wil ik tussen mijn kolommen. Wil ik bijvoorbeeld nog meer ruimte tussen deze onderdelen. Nou, dan kan dat. Dan moet je dat ook gewoon even doen. En hier zie je, nou, ik denk dat die wel redelijk klopt. Maar zou je dat willen, dan zou ik, nou, misschien op het gemak dan toch even zeggen 3 kolommen. En de gutter even wat vergroten. Oh. En dan kun je daar weer op uitlijnen. Dus kijk even wat je mooi vindt. Stel, laat ik het even zo doen. Zo. Dan heb je weer een iets andere look. Dan heb je, ja, misschien is dit wel net wat rustiger bijvoorbeeld. Nou, af en toe wil je dat grid even uit hebben staan. En daarvoor heb ik weer mijn sneltoetsen. Grid tonen of verbergen.
doe je met Command Shift en dan de hoge komma, zeg maar. Zo kun je dus heel snel die aan- en uitzetten. Want ja, nu als ik ga verder gaan met designen, ja, nu kan ik zien, oh, het is echt mooi uitgelijnd. Maar nu hoef ik het niet meer te zien. Dus nu kan ik het pakken, kan ik er gewoon weer mee verder gaan en hoef ik dat niet allemaal te zien, zeg maar. Dus maar zo zie je dus, zo wat is een grid gebruikt. Maar ook het icoontje moet natuurlijk mooi uitgelijnd worden. En je zou, er zou gewoon een lineaal hier langs moeten kunnen, zeg maar. Dus even kijken. Oh, deze moet nog iets naar rechts, zo te zien. Zo, heb ik die ook weer uitgelijnd. Right, kunnen we verder gaan. Nou, die vakjes, ik vind het wel mooi zo. Ga ik even een ronde hoek geven. De lijnen haal ik even weg. Dus ik selecteer ze gewoon allemaal. Ik ga eigenlijk even één beginnen met eentje. Sorry. Dat is straks wat makkelijker met kopiëren plakken, vind ik zelf. De border zet ik even uit. Of laat ik hem eerst even aanstaan. Dan kan ik wat beter de rand zien. Ga ik die weer ronde hoekjes geven. Ook dit weet je inmiddels hoe het werkt. Zo. Kan ik dan de border uitdoen. Kan ik een beetje schaduw geven. Dat mag je voor jezelf bepalen. En dan gaan we de foto toevoegen. Even kijken. Nou, dan ga ik hier exact het vakje nog een keer opzetten. Dat doe ik door deze te kopiëren en te plakken. En nu heeft hij het vakje er letterlijk zo opgekopieerd. En dan ga ik hem deze even iets naar boven doen. Nou, ik haal de schaduw weg. Zo. En ook moet ik, laat ik even zien met het randje, de ronde hoeken onderin weghalen. Nou, hoe kan ik dat doen? Dan moet ik even op één zo'n puntje drukken. En dan kan ik die zo. Oh, dat ging niet goed. Even denken hoor. Soms een beetje zoeken. Oh, ik moest. Ja, dat was het. Alt inhouden. Of Option. Dat is dezelfde toets. En dan kan je daar zo alleen die verkleinen. Zo. Kan de rand weer uit. En dan kan ik hier nu de foto inzetten. Dus dan pak je gewoon een foto, huppatee, die sleep je erin. En dan heb je al een heel mooi card gemaakt. Even kijken. Nou, kunnen we tekst gaan toevoegen. Ik had al hier een keertje dit lettertype gebruikt. Die kan ik hier ergens plakken. En die geven we dan een mooi kleurtje. Zo. Nou, hier moet je wel goed naar kijken. Die moet net zo groot zijn als die. Dus dit is goed zo. Hemelvaart. En dan ga je ook tekstjes toevoegen, zeg maar. Dus die kan ik weer kopiëren. Die maak ik dan ietsje kleiner. Die geef ik ook geen bold, maar dan een light bijvoorbeeld. En dan ga ik hier een stukje tekst zo neerzetten. Nou, dan ga ik hier van kopiëren en plakken. Zo. Zo. Even kijken. Nou, hij is ook een beetje wat grijziger, zoals je hier kan zien. Er zit een beetje wat kleurcontrast in, daar kan je een beetje mee spelen. Kan ik ook hier zo een beetje doen. Ik vind de boel wel een beetje groot, dus ik zou hem eigenlijk wel wat kleiner willen. Die is eigenlijk ook wel wat kleiner, maar dan moet ik dat daar dus ook doen. Dus deze is dan 18. Dan moet deze ook 18 eigenlijk. Dus ik ben nu een beetje aan het gokken hier en daar, maar goed. Mooi. Even kijken. Nou, dan vanaf. Die staat iets verder naar beneden. Die is wel redelijk groot. Niet zo heel dik. Dus die maakt dan een light. Die is heel regular. Nou goed. Die is grijzig. Dus die ene grijs, die had ik nog opgeslagen. En dan komt die, even kijken, euroteken. Dus die weer naar beneden. Alt Shift 2. Nou, die moet oranje. Dus die kunnen we hier zo pakken. Die mag ietsje groter. En dan pakken we dat ene lettertype, die Bokka. Zo. 280. Bokka. Huppatee. Die mag nog echt een stuk groter. Zo.
0-0. Nou, nu ben ik een beetje hier naar de lettertypes aan het gokken. Als je dat precies wil weten, kun je ook het trucje doen met rechtermuisknop inspecteren. Bij die prijs. En dan kan je hier zien, bij font size, hier zie je hem staan, 46 pixels is die. Dus eigenlijk als je exact zo wil doen, nu heb ik 14 zo te zien. Oh, kijk, deze. Dan kom je toch echt een heel stuk groter uit. Nou ja, de boel is een beetje bij mij dan. Kijk hoor. Ja, dus dan zou je. Maar goed, ik ga even terug doen. Bij mij is het iets anders uitgevallen. Soms even goed om te zien hoe het een werkelijke grootte uitziet. Hè? Met command 1 kan je werkelijke grootte doen. En dan zie je hoe die echt is. Dus ja, dan moet die wel eigenlijk wel wat groter inderdaad. Nou, laten we dat gewoon doen dan. Zo. De boel is een beetje uit verhouding hier en daar. Maar dat kun je dus heel mooi zien als je het echt na wil doen. Inspecteren. En dan font size. Zo. En er zijn wel wat regels over typografie. Over lettergroottes. Dus ik zal proberen om die in de les ook even uit te delen. Dat je daar ook... Maar er zijn wel wat regels over. Dus nu doe ik maar een beetje wat. Oké. Knopjes. Gaan we de knopjes maken. Dit is gewoon een beetje spelen zo. Dat je het mooi vindt. Die knopjes die gaan er weer iets onder. Zo, dan ga ik deze wat langer maken. Even kijken. Nou, dan kunnen we op zich deze ook wel weer zo pakken. Dus eigenlijk altijd als ik iets opnieuw kan gebruiken zo. Command C, Command V. Dat doe ik het ook gewoon. Ik bedoel... Ga niet moeilijk doen. Veel paarse kleur had ik opgeslagen. Randjes moeten wel echt wat kleiner. Zo. Mag ik wel minder groot. Iets meer ruimte nog. En wat je heel duidelijk ziet hier is dat je om die kaart hou je altijd wat marge. Dus nooit tekst tegen een rand aanzetten. Kijk, een foto, dat is mooi dat het zo tegen een rand aan zit. Maar tekst, dan moet je altijd witte ruimte omheen laten. En wat je ook heel duidelijk ziet, is dat de knoppen hebben meer ruimte tussen de prijs en de knoppen, als dat zeg maar tussen de tekst weer ruimte zit. En dat noemen we ook wel de gestaltwet, maar dat heeft ermee te maken dat je dit zie je als een ander onderdeeltje dan deze knoppen. Dus je ogen, zeg maar, is heel, ja, je hersens, zeg maar, zien dit als een andere groep. Dan deze. Snap je? De gestaltwet is dat. Nou goed. Oké. Gaan we verder. Hier even witte kleur. Maar dat zijn van die dingen. Ja, die kun je gewoon heel mooi leren van zo'n voorbeeld. Door zo'n voorbeeld goed na te maken. Zo. Ik moet even naar voren. Command shift pijltje naar rechts. Die is iets kleiner. Is niet dik. Dus die mag regular. Nu boeken. Ook hier weer geldt. Een beetje ruimte om die knop houden. En dan maak ik een pijltje. Doe ik gewoon met de pen. Kan ik gewoon zo een pijltje tekenen. Zie je, dan helpt hij je ook heel mooi mee. Nu ik de hoogte is niet heel exact. Als je dat echt goed wil doen. Dan moet je er even zo een artbordje pakken. Een grid geven. En dan doe je even square. Zo. Dan kan je, net als bij Illustrator, zo squares tekenen. Zo. En dan heb je... Ja, dat is eigenlijk veel beter. Zo. Dan doe je het echt goed. Zo. Was niet heel veel moeite of zo. Kopiëren. En ook dat kan je een symbool van maken. Als je zegt, nou, die ga ik vaker gebruiken. Pijltje. Zo. En dan kan ik hier weer naartoe. Maar hij is wel de verkeerde kleur. Hij is wel de verkeerde kleur. Dus hij moet wel. Die moet wit. Zo. En hij moet wat kleiner. Dubbel klikken. Dan kan je hem veranderen. Zo. En oh, hij moest oranje. Zo. Nou, en dan kun je het tweede knopje maken. Nou, met selecteren irriteert me dit, dus doe ik even command L.
En dan kan ik hier zo een selectie maken. Hup. Command Alt. Ah, de knop is veel te groot, dus dit moet even wat kleiner. Pak ik. Dit is ook heel mooi. Selecteer ik dit zo. Het vakje en het pijltje. Maak het knopje kleiner. En dan gaat het pijltje heel mooi mee zo. Huppatee. Alle boel selecteren. En dan zo. En dan maar kijken dat hij natuurlijk mooi gelijk is. Links en rechts qua ruimte. Dus ik weet niet of dit werkt. Nou, eigenlijk wil je dan de ene wat groter en die andere ook eigenlijk. Ik een beetje een prutsel hoor. Zo. Nou, deze is dan natuurlijk veel wit. De tekst is oranje. En het rondje is hier, of dat de border is oranje. Zo. Nou, het is niet helemaal exact, maar het kan er middel. Nou, dan kan ik deze gewoon heel gemakkelijk. Moet ik even. Ik had hier iets op slot staan, een witte vak. Command L weer doen. Zet ik even mijn grid aan. Command Shift, hoge. Ja, hoe heet het nou? Hoog komma. Dan selecteer ik alles. Alt Shift. En dan kan ik ze naar de volgende kolommen weer plaatsen. Grid weer uitzetten. En dan kan ik hier nu gewoon heel gemakkelijk de volgende foto in toevoegen. Zo. En de tekst veranderen en et cetera, et cetera. Nou. Dan kan je de pagina langer maken. En dan gaan we alleen nog even zo'n groen onderkantje maken. En dat kan je nu zelf, denk ik. Dus ga die nog maken. Groen onderkantje, paars mag ook. Daar heb je mijn uitleg niet meer voor nodig. Hoe moet hij eruit zien? Een beetje zo. En je voegt deze knop nog even toe. Zo niet zo heel moeilijk. En dan heb je je mooie homepage gemaakt. Gaan we hem daarna alleen nog even interactief maken. Dus knopje maken, onderkantje. En dan laat ik in het volgende filmpje even zien hoe je deze nog even interactief kan maken.